allemaal. Goed. Morgen. Morgen, ja. Vloggen en make-up visage. Dat was echt heel leuk. En dat is echt een prachtige dag voor mij. Xventure is een jongere evenement wat we vanuit Wener Excel georganiseerd hebben samen met Kunsteducatie Nederland. En wat bestaat uit diverse workshops bedoeld voor jongeren. Jongeren die hier naartoe komen zijn kwetsbare jongeren. Jongeren vanuit de internationale schakelklas, jongeren vanuit praktijkonderwijs. En dat zijn jongeren die we eigenlijk op een andere manier proberen te bereiken als wat we normaal vanuit de reïntegratie doen. Ik vraag me altijd af, hoe zit het eigenlijk? Deze dag is opgebouwd in 4 deelgebieden. We hebben Explore, we hebben Expand, we hebben Expose en we hebben Express. Het is dus een soort Disney-dag voor jongeren, maar het is eigenlijk ook een soort veredeld assessment. Want binnen elk deelgebied zitten 2 soft skills gekoppeld. Dus we hebben in totaal 8 soft skills. En de jongeren die naar bepaalde workshops gaan, is ook de bedoeling dat de observators die daar ook rondlopen, kijken van hoe verhoudt zich dat met de soft skills. Moeten ze zich daar nog in ontwikkelen? Zijn ze daar goed in? En voor jongeren is het ook een ontdekkingsreis om te kijken, hey, vind ik iets leuks? Ontdek ik nieuwe talenten bij mezelf? Of weet ik van dat het wordt bevestigd wat ik al leuk vond? Dat ik eigenlijk best wel goed in de keuken ben. Ik had zelf verwacht dat ik alles fout deed, maar het gaat wel mogelijk in de keuken. Ik heb een YouTube-kanaal, maar ik vind het echt helemaal lastig om te doen, maar ik heb nu geleerd, ik vind het echt het beste, dus ja. 6, 7, 8, draai een dikke toeter en die steek ik aan. Even rustig aan. Heb je geen groen, dan kan je beter gaan. Ben je skier, ga dan terug naar je eigen laan. We hebben dit event georganiseerd omdat we te maken hebben met een verandering in de wetgeving. Met als gevolg dat we een andere doelgroep jongeren binnen hebben gekregen. En we merken dat binnen onze reïntegratie onze diensten daar niet afdoende voor zijn. Dus voor ons was het een out of the box om op een andere manier, op een leuke manier te gaan kijken hoe kunnen we toch jongeren stimuleren, motiveren, talenten ontdekken, skills ontdekken die ze ook nodig hebben in de toekomst.